Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups and Down. Jordi zit lekker in zijn papflesje. Een lekker papje te drinken. En ondertussen zitten we het nieuws te kijken. En ja, laten we de dag maar weer beginnen. Hé jongen. Nog steeds snotterig. Ik ben gelukkig minder snotterig. Jordi snottert nog goed, dus ik heb ook zijn neusje gedaan en alles. En nou is hij lekker zijn papje aan het drinken. Lekker zelf doen, hè? Helemaal zelf vasthouden, hè? Doen alleen grote jongens. Hé, jongen? Jordi heeft inmiddels een flesje gehad. Weigert om te gaan slapen. Ja, jij weigert het, hè? En het sluitje nog even gedaan. Je bent wel echt moe, hè? Ja. Je bent wel echt moe, hè? Dus gaan we lekker even samen liggen. En als hij slaapt, gaat hij lekker in zijn eigen nest. Hé, jongen? Ja, ik ga hem heel eventjes in slaap toveren. Nog geen 2 minuutjes later. Ja, die wilde dus straks in slaap. Uiteindelijk heb ik hem in slaap gekregen. Maar toen moest ik hem ook weer wakker maken, want anders dan sliep hij nu nog, slaapkop. En toen heeft hij heel erg buikpijn gehad, dus tot en met schreeuwens aan toe. Dus daar ben ik de hele tijd mee bezig geweest. Maar nu gaat het wel weer oké. En dan ga ik zo eten voor hem warm maken. En dan ja, gaan we kijken of hij wil eten. Mijn vriendje. Het is mijn vriendje, hè? Maar goed, dat is dus de plan. Niels is heel even antibiotica halen voor Jordi. Want zijn antibiotica is bijna op en die haal ik iedere 10 dagen. Want die antibiotica zorgt ervoor dat zijn maag sneller geleegd wordt. En dat hij dus niet zo hoeft te spugen. Want hij spuugt op dit moment helemaal niet. Maar de vorige keer dat ik ermee stopte, begon hij er dus weer mee. Dus ja, vandaar dat hij dat gewoon krijgt. Het is een onderhoudende antibiotica kuur. Dus niet zo dat hij het in een hele zware dosis krijgt. Maar goed, dat is in ieder geval de gang van zaken nu. Ik ga nu Jordi eten geven. En Niels komt zo thuis. En ja, dan doen we frietjes bakken, papa en mama. Want mama die is de hele tijd met jou bezig geweest. Dus ze heeft niet kunnen koken. Maar dat is niet erg. Hij heeft volgens mij weer wel gefabriceerd. Het is wel zo'n sluier. Maar goed, daar ben ik super mama voor, hè. Er is iemand lekker aan het spelen. Ja. En mama ligt op de bank. En papa ook. Papa ook. Maar dan moet ik heel mijn bankzaak veranderen. Dan moet ik half recht overeind gaan zitten. Daar heb ik geen zin in. Maar dit is wel zo te filmen. Lekker stukje. Ben je aan het doen? Jordi. Ben je een hond? Volgens mij hebben we een hond, Niels. Ja, want hij doet alles met zijn mond. Okay. Hij doet dat deurtje weer. Hij is zo gefascineerd door sommige dingen. Zoals deurtjes. Dingen die rollen. Lichtjes, daar is hij ook door gefascineerd. En knopjes bijten, daar is hij ook in gefascineerd.
Ja, in ieder geval. Hij zit lekker in zijn eigen wereld. Straks tandjes poetsen en alles. Schone pyjama aan. En dan is het alweer tijd voor hem om naar bed toe te gaan. En ik denk dat mama er ook niet heel ver vanaf zit. Maar goed, dat dus. Hallo. 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 Wat ben je aan het doen? Wil je lekker klimmen? Probeer je uit het raam te kijken, je zit geen raam, hè? Tuut, tuut. Wil je op je rups gaan staan, hè? Wat ben je aan het doen? Wil je lekker klimmen? Auw! Auw! Hallo. Hij heeft er zin in, hè, papa? Mm-hmm. Boe. Niels is zo lief om voor mij heel eventjes de flesjes van Jordi af te wassen. Zo, je bent dat, doet dat toch voor mij uit liefde. En ik ga douchen en dan gaan we zo lekker naar bed. Lekker op tijd naar bed. Het is 9:45. Dus wel trusten. Opa en oma gaan naar bed. Trusten. Een hele goede morgen. Jordi zit lekker in zijn flesje. Je moet wel je fles vasthouden, hè, jongen. Ook vasthouden. Anders wil je alleen maar lucht happen. Dat is ook niet de bedoeling. Nou, hij zit dan lekker aan zijn flesje. En ja, laat de dag maar weer beginnen. Nee, jongen. Wat ga je doen? Wat ga jij doen? Ja? Wat ga jij doen, schat? Ja, goed gedaan! Uitkijken, hè? Ja, je moet wel uitkijken. Ja. Ben je aan het doen? Oh, oké. Okay. Ja. Waar ga jij heen? Jordi. Ja, waar is ze dan? Heen. Ga maar kijken. Ga je de hort op? Nee,
Jordi. Oh, er zijn tegels. Waar ga je heen? Nee, dat mag niet, hè? Dat weet je. Jordi. Ga je er vandoor, schatje? Ja, dat is koud, hè? Nee. Jordi, nee. Nee. Als het daar niet mag, mag het daar ook niet, hè? Jordi, nee. Nee, dat mag niet, hè? Nee. Nee, kom maar. Je mag hier gewoon heen. Kom maar. Kom maar, schatje. Ja! Ga maar kijken. Je mag gewoon kijken. Ja. Supergoed van jou dat je dat doet. Ligt de mat toch beter? Hi, Skate. Ja. Is de mat toch fijner? Lekker. Hehe. Nou, Jordi had even een broek gefabriceerd die bekant tot aan zijn nek zat. Dus ik heb hem schone kleren aan moeten doen. Had heel eventjes behoefte eraan, denk of zo. En nou gaat hij lekker zijn flesje doen en slapen. Weet ik in ieder geval zeker dat hij leeg is en dat hij daarom niet wakker blijft. Ik ben nu al een dik 20 minuten bezig om dit slaapkopje wakker te krijgen. Het licht is groen vanwege de nachtlampjes. Maar ik ben al... Ik ben al even bezig. Hij wil gewoon niet wakker worden. Hé hey, jongen, wil je wakker worden? Hallo, wil je nou eens een keer wakker? Ik heb al de deken van hem afgehaald. Dat werkte ook al niet. Maar ik ga hem heel even verder wakker maken. Kleine slaapkop. It's alive! Yes, it is. It is alive. Het heeft bekant een half uur geduurd, vriend. Voordat je wakker werd. Hallo? Ja, ben je er nou weer bij? Ben je er nou weer bij? Ah, oké. Okay. Nou, ik ga hem heel eventjes zorgen dat hij goed wakker is. En dan gaan we naar beneden een flesje doen. Of in ieder geval soep met een flesje oefenen. En dan, ja, komt papa alweer bijna thuis. Jordi had ons bed weer onder gepiest.
Maar hij ging de douche in en Niels had hem uitgekleed en hij begint gewoon spontaan te plassen. Maar gelukkig heb ik daar zeiltje erop liggen. Dus het heeft zo zijn voor- en zijn nadelen. Het kraakt als een gek. Maar ja, hè. Dus mijn bed zit weer in de was. Gelukkig alleen maar onderlaken. Maar goed. Jordi die ligt nog heel even te spelen. Die krijgt dadelijk zijn flesje. En hij is lekker gedoucht en alles. En ja. Dat is eigenlijk een beetje wat ik wil melden. Jordi die heeft lekker heel de avond geslapen. En, of ja, heel de avond. Hij is op een gegeven moment in slaap gevallen. Want hij is vrij snel in slaap. Ja, ja. Dus, en hij lag wel anders op mijn bed. Dus hebben we hem weer goed moeten leggen. Wat nieuw. Mm-hmm. maar we wilden het nog heel even ergens over hebben met jullie. Nou, met de zwangerschap, dat het zo op zijn einde loopt, wordt het allemaal wat zwaarder voor mij. Lichamelijk dan. Jordi is gewoon lastiger te tillen. Ja, het kost me allemaal gewoon iets meer moeite dan dat het me altijd heeft gekost. Ik ben iets moeer dan normaal. Enzovoorts, enzovoorts. Dus we hebben eigenlijk besloten om heel even rust te nemen van het... vloggen. Ja, van het vloggen van het YouTube gebeuren. Hoe lang dat is, dat weten we niet. Het zal niet rampzalig lang zijn of zo, of net waar, maar... ik moet gewoon heel even aan mezelf denken. Dus dit is voor nu heel eventjes tot na de bevalling de laatste ups en downs. Hou natuurlijk onze Instagram in de gaten. En er staat een linkje onderin in de beschrijving. Daar zullen we gewoon op posten. Ook als de baby geboren wordt en alles, dan zullen we daarop posten. Wanneer er een nieuwe video online gaat komen, posten we daar. Dus dan blijf je toch gewoon op de hoogte bij ons. Of van ons in ieder geval. En van Jordi natuurlijk en van de kleine. Maar we komen zeker terug. We komen zeker terug. Alleen wanneer weten we nog niet. Of het een week is, 2 weken, 3 weken, dat weten we niet. We moeten gewoon heel even kijken hoe alles loopt. Want ja, je moet natuurlijk ook bevallen. En rust nemen. Dus ja. Dat... Ja, we moeten natuurlijk kijken hoe het met Jordi gaat. Ja, want ook daarvoor willen we ook rust nemen. Gewoon omdat we Jordi ook de kans en de tijd willen geven... om te acclimatiseren in het hele baby gebeuren. Want voor hem gaat er ook natuurlijk heel veel veranderen. En dat is ook wel prikkel. Er zijn ook wel kleine prikkelprobleempjes die dat met zich mee gaat brengen nou. Dus ja, bij deze. We gaan nu deze ups en downs even afsluiten. En hopelijk voor jullie snel tot de volgende. Ja, snel tot de volgende. En hou natuurlijk onze Instagram in de gaten. Welterusten. Welterusten.